Nou, we hebben hier niks in eerste als vertig op de brug staan. We hebben laatst een beetje zijn auto erg afgezekerd. Er is niet heel veel meer van over, dus we gaan vandaag die arme jongen eens even een nieuwe koppeling erin zetten. Gaan we jullie laten zien hoe we dat doen en hoeveel werk het is bij een ESA 40. Dus ik heb net de beschermkap eraf gepakt, ik ga nu de boter van de bak mooi loshalen rondom. En eens kijken hoe snel we dat klaar krijgen vandaag. Ik heb er wel een goede hoop voor. We hebben dit ding hier van onszelf, dit is te vergelijken met een Honda Civic, geen koppel. Dit ding hier, van onze huurbaas die we mogen lenen, is te vergelijken met een Hellcat, koppel te veel. Raw. Draait die aan. Ja, laten zien wat. We zijn vandaag in de Voice Garage, hij is nog geen soundtrack aan het maken voor ons. Ik ga zo meteen de laatste boter van de bak eruit pakken en dan is hij eronder uit. En dan gaan we eens even kijken wat we die arme koppeling allemaal hebben aangedaan afgelopen weekend en de weekend daarvoor. Dus, let's go dan. Hopelijk is hij dan wel fatsoenlijk te rijden, want nu als hij gas geeft gaat dat ding en er gebeurt niks. Daar had het niks aan. Dan moet het niet hebben. Daar had het niks aan. Ja, dat is klopt. Klopt het braaf. Hey, gezicht. Hoe die... Hey, dat is ook goed. Kopje is afgebroken. Ja, doe deze nog eens. Nee, deze draait een beetje door. Ja hoor, ik moet eerst dat ding uit dat ding laten hier. Hij krijgt gewoon een paar mooie nieuwe daglinen op zijn strand. Dat is druk. Weet je nog de vorige keer? Ja, ik weet het. Het is makkelijker gezegd dan gedaan, maar... Wat is die daglinen? Dus we moeten hier dadelijk dus de schakelstanden los gaan halen. Maar dat is dus eentje die heb ik al eigenlijk loszetten. Nee. De andere die zit helemaal hier bovenin verstopt bovenop de bak. Dus het is altijd een gepiepel om die los te krijgen. Maar lukt ons wel. Lukt ons wel. We zijn wel professionals. Af en toe. Startmotor bovenop, want dan kom je vanaf hieronder tussen erin bijna niet bij.
Dus we moeten waarschijnlijk van bovenaf gaan doen. Dus heel even kijken hoeveel ruimte er in de motorruimte is dadelijk. Maar we gaan eerst alles hieronder klaarmaken, zodat we dadelijk alleen die laatste paar bootjes bovenop hebben. Dus, picobello, gaan er wat van maken. Zo, alles zit weer in elkaar. Nieuwe koppeling zit ertussen. Dus even kijken of die het ook doet. Zo, we waren zelfs zo lief om nieuwe bandjes erop te leggen en zijn originele velgjes weer terug erop te zetten. Helemaal naar buiten. Naar mijn kant in draaien, naar rechts toe. Was wel maar één wiel. Links of rechts? Ja, de verkeerde kant. Het is een beetje mistig hier. That's how we like it. Alleen jammer genoeg maar één wielspin. Maar goed. Alleen deze. Deze kant is niks. Alle auto's staan wel binnen. Dus dat betekent dat we klaar zijn met de koppeling van Nick. Dus we gaan hem even afleveren. En dan gaan we dadelijk even Nick's reactie laten zien hoe blij hij is met zijn nieuwe koppeling. Ligt zijn auto klaar. Nu nemen we Melly mee naar Sittard en gaan we de auto afleveren. Melly, hey. Hier. Meekomen. Wachten. Kom maar. Goed zo. Tot zo, Mel. Hey, daar is het, Mel. Las. Auto afgeleverd. En Nick is tevreden. Zodat jullie weten, Ad Vibes garage. Lekker man. We stampen jullie auto's af, maar we repareren ze ook weer.